Een verborgen camera legt de geheime nachtelijke avonturen van een klein meisje met haar grote broer vast. Wat begint als een onschuldige bedtijdroutine, verandert in een hartverwarmend verhaal van broer- en zusterliefde, moed en onverwachte wendingen die je sprakeloos zullen maken. Valerie stopte haar kinderen in bed, terwijl ze hun voorhoofden kuste en zachtjes goedenacht fluisterde. Ze had geen idee dat het echte avontuur op het punt stond te beginnen. Zodra de slaapkamerdeur in het slot viel, openden de ogen van de vierjarige Vivian zich wijd met een ondeugende glinstering in het zachte licht van haar nachtlampje. "Levi," fluisterde ze zachtjes, "ben je wakker?" Haar zesjarige broer draaide zich om en wreef in zijn ogen. "Ja, wat is er, Viv?" Vivian ging rechtop zitten in haar wieg en greep de leuning vast. "Ik wil bij je slapen, help mij." Levi aarzelde en keek naar de deur. "Maar mama zei dat we in ons eigen bed moeten blijven." "Alsjeblieft," smeekte Vivian met een trillende onderlip. "Ik had een slechte droom over monsters onder mijn bed." Levi's grote broerinstincten kwamen naar boven. Hij kon zijn kleine zusje niet angstig en alleen achterlaten. Met een zucht stapte hij uit bed en liep op zijn tenen naar de wieg. Oké, maar we moeten heel stil zijn," waarschuwde hij. Vivian knikte enthousiast met haar krullende haar. Levi pakte hun opstapje en plaatste het naast de wieg. Hij stak zijn armen uit, terwijl Vivian voorzichtig over de leuning klom. "Oepsie," giechelde ze, terwijl ze in Levi's armen viel. Hij ving haar net op tijd op en ze vielen samen op de vloer met een zachte klap. Ze verstijfden, luisterend naar elk teken dat hun ouders het gehoord hadden. Toen het huis stil bleef, barstten ze in stille giechels uit. "Dat ging maar net goed," fluisterde Levi, terwijl hij Vivian weer op de been hielp. "Nu, laten we je instoppen." Maar toen ze zich naar Levi's bed draaide, slaakte Vivian plotseling een kreet. "Wacht, ik ben Boem Boem vergeten." Haar geliefde knuffelkonijn lag nog in de wieg. Levi zuchtte, wetende dat ze het hele proces opnieuw moesten beginnen. "Ik haal hem wel," bood hij aan, terwijl hij weer omhoog klom. Hij stak zijn hand in de wieg, op zoek naar het speelgoed. "Ik heb hem." Toen Levi Boem Boem aan Vivian wilde geven, verloor hij zijn evenwicht op het opstapje. Hij liet een verraste kreet horen, terwijl hij achterover viel en met een zachte oef op een stapel knuffeldieren landde. Vivian's ogen werden groot. "Levi, gaat het?" Hij ging rechtop zitten en wreef in zijn hoofd. "Ja, het gaat goed. Maar we moeten echt naar bed voordat we mama en papa wakker maken." Ze kropen onder de dekens, Vivian dicht tegen haar grote broer aan. "Bedankt voor het redden van mij en Boem Boem," fluisterde ze. Levi glimlachte en gaf haar een zachte knuffel. Daarvoor zijn grote broers. Rond 3 uur 's nachts werd Levi weer wakker. Hij schudde Vivian zachtjes wakker. "Kom op, Viv," fluisterde hij. "We moeten je terug in je wieg krijgen voordat mama en papa wakker worden." Vivian knikte, half in slaap, terwijl Levi haar terug naar haar bed leidde. Hij stopte haar in, zorgend dat Boem Boem veilig aan haar zijde lag. Terwijl de broers en zus in slaap vielen, realiseerden ze zich niet dat hun hele nachtelijke avontuur op camera was vastgelegd. Valerie had eerder die week een camera geïnstalleerd, bezorgd om Levi's toenemende vermoeidheid. Ze had niet verwacht de schattige reden achter zijn vermoeidheid te ontdekken. De volgende ochtend werd Valerie vroeg wakker, nieuwsgierig naar de beelden. Terwijl ze de video bekeek, smolt haar hart bij het zien van de band tussen haar kinderen. Tranen welden op in haar ogen toen ze Levi's beschermende aard en Vivian's vertrouwen in haar grote broer zag. Ze stond op het punt haar man Chris wakker te maken om hem de beelden te laten zien, maar besloot dat het nog niet het juiste moment was. Valerie leunde achterover, onder de indruk van de volwassenheid en attentheid van haar zoon. Geen wonder dat hij de laatste tijd zo moe was. Hij was de halve nacht wakker gebleven om zijn zusje te troosten en haar dan weer naar bed te brengen voor de ochtend. Ze besloot hun geheim voorlopig te bewaren, geraakt door de speciale band tussen haar kinderen. Ze wist echter dat ze de situatie moesten aanpakken voordat Levi's gebrek aan slaap een groot probleem zou worden. Op een avond, na het in bed stoppen van de kinderen, ging Valerie op de bank zitten om de dagelijkse show te bekijken, terwijl haar man in hun slaapkamer sliep. Zeker genoeg, zodra de kust veilig was, riep Vivian naar Levi. Dit keer was er echter een nieuwe wending aan hun routine. Levi liep naar de wieg, met zijn deken en kussen gesleept. "Ik heb een beter idee, Viv," fluisterde hij. "Wat als ik op de vloer naast je slaap? Dan ben je niet bang en krijgen we geen probleem omdat je uit je wieg bent." Vivian klapte enthousiast in haar handen. "Ja, logeerpartijtje." Valerie was onder de indruk en vermaakt door de probleemoplossende vaardigheden van haar zoon. In de loop van de week werd Levi's geïmproviseerde bed op de vloer een dagelijkse gebeurtenis. Valerie merkte op dat hoewel hij nog steeds moe leek, het niet zo erg was als voorheen. Ze overwoog of ze moest ingrijpen of dat ze de kinderen zelf moest laten uitzoeken. Hoewel Valerie vaak op de kinderen lette en hen in hun eigen bed zag, toonde de camera dat Levi Vivian zou troosten nadat ze weg was gegaan.
Hij zou haar hand door de spijlen van de wieg vasthouden en zachtjes zingen totdat ze in slaap viel. Het was duidelijk dat het kleine meisje problemen had met de scheiding van haar moeder. Door dit te zien wist Valerie dat ze iets moest doen. Ze besloot om dat weekend een gezinsvergadering te houden. Ze verzamelde iedereen in de woonkamer. Kinderen, begon ze zachtjes, ik weet van jullie nachtelijke avonturen. Levi's ogen werden groot en Vivian keek verward. Chris, die niet op de hoogte was van de situatie, fronste zijn wenkbrauwen. Welke avonturen, vroeg hij, kijkend tussen zijn vrouw en kinderen. Valerie haalde diep adem. Ik heb vorige week een camera in de kamer van de kinderen geïnstalleerd, omdat ik me zorgen maakte over hoe moe Levi leek. Het blijkt dat hij Vivian 's nachts uit haar wieg helpt en haar in zijn bed laat slapen. Chris' wenkbrauwen schoten omhoog van verrassing. Hij draaide zich naar Levi, die naar de vloer staarde. Is dit waar, maat? Vroeg hij, zijn stem een mix van bezorgdheid en nieuwsgierigheid. Levi knikte langzaam. Vivian was bang voor monsters, mompelde hij. Ik wilde gewoon helpen. Chris' uitdrukking verzachtte. Hij keek naar Valerie en toen weer naar de kinderen. Dat is eigenlijk heel lief van je, Levi. Maar het is niet veilig voor Vivian om uit haar wieg te klimmen. Jullie hebben allebei jullie slaap nodig. Ik krijg geen problemen, vroeg Levi voorzichtig opkijkend. Nee, je krijgt geen problemen, verzekerde Chris hem en keek even naar Valerie voor bevestiging. Ze knikte instemmend. Maar, voegde Valerie toe, we moeten wel een betere oplossing vinden. Eén die iedereen veilig en goed uitgerust houdt. Chris knikte, zijn gedachten al werkend aan mogelijke oplossingen. Nog beter, voegde Valerie toe, we zouden stapelbedden voor jullie kunnen krijgen. Levi bovenaan en Vivian onderaan. Zou je dat leuk vinden? Beide kinderen knikten enthousiast, terwijl ze al bespraken welk type stapelbed ze zouden krijgen. Het gezin ging naar een meubelwinkel om de stapelbedden te kopen. Ze kozen een stevige houten set met een ladder naar het bovenste bed. Ze kochten ook nieuwe dekens voor beide bedden. Terwijl ze aan het winkelen waren, dacht Valerie aan hoe snel haar kinderen opgroeiden. Ze was blij dat de verborgen camera haar de sterke band tussen haar en kinderen had laten zien. Thuis monteerde Chris de stapelbedden terwijl de kinderen opgewonden toekeken. Die avond, na hun gebruikelijke bedtijdroutine, klom Levi naar het bovenste bed en Vivian nestelde zich in het onderste bed. Goedenacht, kinderen, zei Valerie, terwijl ze het licht uitdeed. Wel rusten, mama, antwoordde ze in koor. De eerste nacht met de stapelbedden was een succes. Vivian voelde zich veilig, wetende dat Levi direct boven haar was. En Levi sliep rustig, wetende dat zijn zusje veilig was. Valerie keek nog af en toe naar de camera, meer uit gewoonte dan uit bezorgdheid. Ze was verheugd te zien dat hoewel de nachtelijke avonturen waren gestopt, de band tussen de broers en zussen alleen maar sterker was geworden. Op een nacht ving ze hen op tijdens een gefluisterd gesprek ver naar bedtijd. Levi, Vivian's stem klonk omhoog, zul je altijd mijn grote broer zijn? Natuurlijk, gekkie, antwoordde Levi. Ik zal er altijd zijn om je te beschermen. Beloofd? Beloofd. Nu, ga slapen voordat mama ons hoort. Valerie veegde een traan weg haar hart vol. Ze wist dat er nog veel meer uitdagingen zouden komen terwijl haar kinderen opgroeiden, maar ze was er zeker van dat ze die samen zouden aangaan. De verborgen camera, die begonnen was als een hulpmiddel om een mysterie op te lossen, had iets veel kostbaarders vastgelegd. De onbreekbare band tussen een broer en een zus en de lengtes die ze zouden gaan voor elkaar. Terwijl de dagen in weken en weken in maanden veranderden, verwonderde Valerie zich over de relatie tussen haar kinderen. De stapelbedden hadden het onmiddellijke probleem opgelost en ook een nieuwe wereld van broers en zussen avonturen geopend. Op een regenachtige middag betrad Valerie de kamer van de kinderen en zag een groot dekenfort dat zich uitstrekte van het bovenste bed naar de kast. Gelach en gefluister kwamen van binnenuit. Wat gebeurt hier? Vroeg ze, terwijl ze onder een opgehangen laken keek. Twee glimlachende gezichten keken naar haar op. We zijn ontdekkingsreizigers, riep Vivian. Levi zegt dat we in het Amazonewoud zijn. Levi knikte serieus. We zoeken naar een zeldzame gouden aap. Wil je met ons op expeditie, mama? Valerie lachte en wurmde zich het fort in. Ik zou graag willen, maar ontdekkingsreizigers hebben brandstof nodig voor hun avonturen. Wat als we even pauzeren voor wat koekjes en melk? Terwijl ze later koekjes aten, vroeg Valerie, dus wat deed je eraan denken om de Amazone te verkennen? Levi's ogen lichtten op. We hebben vandaag op school over regenwouden geleerd. Wist je dat er planten zijn die insecten kunnen eten? En apen die kleiner zijn dan je hand? Vivian voegde eraan toe. En Levi zei dat we daar misschien ooit naartoe kunnen gaan als we hard studeren en ons geld sparen. Valerie's hart zwol van trots. Niet alleen betrok Levi zijn zusje bij zijn interesses, maar hij moedigde haar ook aan om grote dromen. Die avond, terwijl ze hen instopte, kreeg ze een idee. Willen jullie dit weekend op een echt avontuur gaan? Beide kinderen schoten rechtop, hun ogen wijd van opwinding.
Echt waar? Vroegen ze samen. Valerie bevestigde het. Er is een natuurreservaat niet ver hier vandaan. Het is niet helemaal de Amazone, maar ze hebben enkele geweldige planten en dieren. We zouden een picknick kunnen meenemen. Wat wandelen? Kunnen we daar 's nachts kamperen? Vroeg Levi enthousiast. Valerie aarzelde. Ze had de kinderen nog nooit eerder meegenomen op kampeertocht. Maar toen ze naar hun hoopvolle gezichten keek, vond ze zichzelf knikken. Weet je wat? Waarom niet? We maken er een gezinskampeertocht van. De komende dagen stonden in het teken van voorbereiding. Valerie en Chris haalden hun oude kampeerspullen tevoorschijn, terwijl Levi en Vivian enthousiast hun rugzakken inpakten met essentiële spullen zoals knuffels en stripboeken. Toen ze zaterdagochtend naar het natuurreservaat reden, keek Valerie in de achteruitkijkspiegel. Levi wees Vivian verschillende bomen en planten aan, die aandachtig luisterden. Zie die vogels daarboven, zei Levi, dat zijn haviken. Ze hebben een supergoed gezichtsvermogen, zelfs beter dan adelaars. Wauw, zei Vivian ademloos. Kunnen we een havik als huisdier krijgen, Levi? Levi lachte. Ik denk niet dat papa en mama dat zo leuk zouden vinden. Maar misschien kunnen we een vogelhuisje maken als we thuis zijn en kijken welke vogels er op bezoek komen. Valerie ving Chris' blik op en glimlachte om het enthousiasme van hun kinderen. De kampeertocht zat vol nieuwe ervaringen. Levi hielp Chris de tent opzetten. Zijn gezicht vertrok van concentratie terwijl hij probeerde de stokken in elkaar te zetten. Vivian verzamelde takken voor het kampvuur en presenteerde trots haar stapel aan Valerie. Toen de nacht viel en ze marshmallows rondom het vuur roosten, merkte Valerie op dat Vivian dichter naar Levi toekroop, haar ogen nerveus rondkijkend naar de donkere bossen om hen heen. Het hart van de moeder zwol van trots en ontzag bij het zien van haar dochter die zoveel vertrouwen in haar grote broer had. De nacht verliep rustig, met slechts een beetje gegiegel en gefluister uit de slaapzakken van de kinderen. In de ochtend werden ze wakker van het gezang van vogels en de geur van Chris die probeerde beken te pakken boven het kampvuur. Terwijl ze die dag door de natuurpaden wandelde, keek Valerie met trots naar haar kinderen. Levi hield Vivians hand vast op de steilere delen van het pad en wees interessante planten en insecten onderweg aan. Vivian leek haar angst voor het bos te hebben overwonnen en keek enthousiast onder stenen en takken naar verborgen wezens. Tijdens de rit naar huis waren beide kinderen uitgeput, maar gelukkig. Vivian viel in slaap met haar hoofd op Levi's schouder. Wat begon als een eenvoudig bedtijdmysterie, veranderde in een hartverwarmende reis van broeder- en zusterliefde en avontuur. Wat een schattig verhaal. Hoe zou jij deze nachtelijke problemen hebben opgelost als je in de schoenen van Valerie en Chris stond? Heb je ooit iets onverwachts ontdekt over je dierbaren dat je hen in een nieuw licht deed zien? Deel je verhalen in de reacties hieronder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.